League verband spelen we tegen Jamaica, dat klopt. De voorbereidingen zijn redelijk goed verlopen. De spelers zijn rond 30 juni gearriveerd. 29, 30 juni zijn ze gearriveerd. We hebben iedere dag getraind. Eén dag hebben we in de ochtend getraind in de gym en dan in de middag. Het is een normale voorbereiding voor profvoetballers, zeg maar. Ze trainen zeg maar dagelijks met hun club en daarna komen ze naar hun nationale selecties, Suriname in dit geval dus. En dan wordt er iedere dag tactisch getraind. Vandaag is er nog een laatste training. En morgen hebben we de grote dag tegen Jamaica. Inderdaad, ik zei dat de spelers zijn gearriveerd, omdat een groot gedeelte, het grootste gedeelte hiervan speelt in het buitenland, voetbalt in het buitenland, zijn beroepsvoetballers in het buitenland. Het grootste gedeelte speelt in de Verenigde Staten, in Europa. Eentje speelt in de Verenigde Staten van Amerika, dat is Kelvin Leerdam. En voor de rest spelen ze all over the place. Ze spelen in Nederland, in Bulgarije, in Israël, in Zweden. Dus daar voetballen ze dagelijks. En dat zijn dus professionele voetballers met Surinaamse achtergronden. En zij spelen voor onze nationale selectie. Is het een uitdaging? Het is een beetje de norm. Zo gaat het over de hele wereld. Wanneer het Braziliaans nationaal team speelt, worden ze ook van hun clubs gehaald. En hebben ze een voorbereiding van 4 weken om dan uit te komen voor hun nationale selectie. Dus het is niet zo dat nationale teams 4 maanden van tevoren in training zijn met elkaar. Ze worden van hun clubs gehaald, spelen dan, trainen dan een week of something like that met hun nationale selectie. En dan spelen ze wedstrijden. Het is een beetje nieuw voor ons, relatief nieuw voor ons, omdat wij heel vaak de spelers van onze lokale competitie hebben gehad, dan getraind en dan een wedstrijd hebben gespeeld. Maar het is wat normaal is in de wereld op dit moment. Nou, Stanley Menso heeft vandaag tijdens een persconferentie gezegd dat de kansen ongeveer 40% zijn voor ons om over te gaan naar de volgende ronde. Je moet realiseren dat Mexico en Jamaica 2 toplanden zijn. Jamaica is denk ik zo misschien wel het beste land in het Caribisch gebied. Mexico is het beste land in onze federatie. Wij spelen in de CONCACAF federatie. Is een top 10 land. Maar onze kansen zijn aanwezig. Jamaica heeft wat afwezigen, dus wij vinden, we like our chances tegen de Jamaicanen. Maar we zijn wel de underdogs, om het zo te zeggen.